Er is een brief uit het begin van de 19e eeuw, waarbij wordt gezegd, er zijn wel zoveel haarlokjes bewaard gebleven, dat je met gemak een hele pruik van Bilderdijk zou kunnen maken. Bilderdijk was denk ik de beroemdste dichter van zijn tijd. Er werd ongelooflijk veel van hem verzameld tijdens zijn leven. En er is ook heel veel bewaard gebleven na zijn dood. En al die spullen, boeken, manuscripten en voorwerpen, die zijn nu allemaal terechtgekomen in de collecties van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Nou, Bilderdijk leefde in de tijd van de romantiek. Er bestond in die tijd een enorme fascinatie voor de persoon en ook voor het lichaam van Bilderdijk. En dat kwam vooral tot uiting toen hij stierf op 18 december 1831. Ik vermoed dat hij nog maar net zijn laatste adem had uitgeblazen toen er al een dodenmasker van hem werd gemaakt, waarbij gips in zijn gelaat werd gedrukt, zodat je een afdruk kreeg van zijn laatste aanblik. Bij het losmaken van dat gipsen materiaal, daarbij trok men per ongeluk zijn wenkbrauwen uit. Ook dat was niet ongewoon, maar het was wel bijzonder dat we nu dus een dodenmasker hebben waarbij je de wenkbrauwen van Bilderdijk nog kunt zien zitten. Er werd ook een afgietsel gemaakt van zijn rechterhand. Dat was de hand waarmee hij zijn gedichten schreef. Het is zijn beroemde hand die werd in gips gegoten. Er werd een doodsportret van hem gemaakt. En wat ook wel redelijk luguber is, is dat zijn hoofd werd kaal geknipt. Er zijn een heleboel haarlokjes van Bilderdijk bewaard gebleven. Bewonderaars die wilden een stukje haar van hem hebben, zo'n haarlokje hebben. Dat is echt een soort romantisch reliek. Dichter bij die dichter kun je eigenlijk niet komen. Het is heel intiem als je zo'n plukje haar hebt. Nu hebben we hier een bijzonder handschriftje van een gedicht van Bilderdijk. En op de achterzijde daarvan is een mooi haarlokje geplakt door de dichter Jan Wap, een groot bewonderaar van Bilderdijk. En dit was niet het enige haarlokje dat hij in zijn bezit had. Dus we hebben nu uit zijn collectie een hele reeks van dit soort bijzondere reliquieën. Dit lijkt heel erg op de verering van katholieke heiligen, zoals we dat kennen. Terwijl Bilderdijk natuurlijk echt een hele orthodoxe Calvinist was. Dus je ziet dat in die celebrity cultuur aan het begin van de 19e eeuw, het Calvinisme en celebrity eigenlijk heel erg door elkaar heen liepen.